de Achterhoeker. Als we de stereotypes mogen geloven, zijn wij boerse mensen. Nuchter, wars van spiritualiteit, bierdrinkend en vleesverslindend. Huikend op de muziek van normaal. We zijn afwachtend en hebben moeite met invloeden van buitenaf. In I Love Achterhoek gaan wij, Frans en Willem, op zoek naar nieuwe ervaringen. Exotische belevenissen en spannende ontmoetingen die ons uit onze eigen Achterhoekse comfortzone haalt. Frans Miggelbrink is columnist en komiek. Geboren en getogen in het Achterhoekse Terborg. Vindt de Achterhoek gastvrij en de omgeving adembenemend. Maar vindt dat ze wel iets verder mogen kijken dan hun eigen kerktoren. En dan Willem te Molder, zanger en bassist van Boffoyto. Houdt van draadjesvlees met spinazie en piepers. En een gekookt ei erop. Heeft een hekel aan ja zeggen en dan nee doen. We zijn 100% Achterhoeken. En dus ook trots op. In deze eerste aflevering onderzoeken onze nuchtere mannen spiritualiteit. En wat is dat eigenlijk? Hoe zit het met hun eigen spiritualiteit? En hoe wordt er in de Achterhoek omgegaan met spirituele zaken? De gouden envelop, Willem. Ja. Met onze bestemming. Mag ik het eruit halen, Frank? Zeker. Achterhoekers. Ze staan bekend als nuchtere types. Maar er zit ook een spirituele kant in deze ruwe bolsters. Stel jullie open en je wordt heel wat boeiende ervaringen rijker. Succes en bedankt. Denk jij wat ik denk? Ja, dat denk ik. Spirituele kansen. Ja, dat wordt een gezellige dag. Geloof je? Ben je spiritueel? Oh, enorm. Maar ben je gelovig dan? Nee, ik ben niet gelovig en ik heb niks spiritueels in me. Zijn ze nuchter? Ja, vind ik wel. Ze hebben geen brani, mogen ze wel wat meer hebben. Maar dat wil niet zeggen dat ze bescheiden zijn. Achterhoekers zijn niet bescheiden. Die hebben absoluut een doel in het leven. En absoluut een doel met wat ze willen. Weten ze allemaal precies? Ja, hier zeggen ze, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Weet je, dat soort dingen. En als je boven het maaiveld komt, dan word je neergesabeld. Dan heb je brani, dan ben je een... wat zei Jolink door? Dan ben je een Amsterdamse stoepenschijter. Nooit begrepen, maar goed. Nee, maar de hoge bomen vangen veel wind. Het is nooit goed of het deugt niet. En om dat allemaal te voorkomen, denk ik dat Achterhoekers iets meer met... de beide benen op de grond blijft, zo van, je maakt ze niet gek. Ik zie me al dadelijk in een yoga-houding op een matje de zonnegroet brengen. Ik ben benieuwd. Ja, dat denk ik wel. Oh ja, maar dan moet je de benen heel raar doen ook, hè? Ja, maar dat kan ik niet. Ik heb korte spieren. Hele korte spieren. En dikke bord. Wat? En dikke bord. Nee, maar die wel rechts. Ja, dat klopt. De mannen gaan langs bij Arjan Verschuur. Arjan geeft trainingen volgens de Soul Voice methode. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom mannen. Kom verder. Leuk te ontmoeten. Jullie hebben enig idee wat we gaan doen? Arjan? Nee, hè? We weten dat het in het spirituele spectrum zit. Ik ben werkzaam als Soul Voice Practicioner. Soul Voice? Soul Voice Practicioner. Soul... ja, nou, hier. Soul... Soulklank. Help. Soul Voice. Voice Soul. Soul Voice. Zoiets, hè? Dus dat je je binnenste een klank geeft, dat je dat eruit laat komen. Ja, zoiets. Ik moest wel even een beetje aan Tibetaanse klankschalen. Maar ik zag Boeddha-beelden, ik zag vaccinelichtjes. Als jij aan het timmeren bent en je slaat je zo op je duim, wat doe je dan? Nou, dan komt er wel emotie los. En dat is onze natuurlijke reactie op zowel fysieke pijn als emotionele pijn. Dat is dat we geluid maken. Maar als we het opslaan, dan zijn die emoties niet weg. Die wachten net zo lang totdat ze wel geuit worden, tot ze wel gevoeld worden. En daar gaat dit werk over. Het werk gaat erover dat we voelen in ons lichaam wat we hebben geparkeerd. En dat we daar uiting aan geven. Moet dat dan? Het moet niet. Maar het is wel gezonder. Dat is toch niks voor een Achterhoeker, joh. Die kropt alles op, man. Die heeft alles aan binnen. En die gooit er nooit uit wat hij wil. Is dat zo? Ja, denk ik wel. We hebben het even gehad over de nuchtere Achterhoeken en zo. Nou, dit is voor de nuchtere Achterhoeken. Ik schiet ook gewoon af en toe in de lach. Heb ik echt niks mee. Ik geloof er ook helemaal niks van. Nee, een man mag niet houden. Ik jank heel veel. Ja? Ja, dat is mooi. Dit is niks voor Frans, nee. Ik ben nog nooit een Achterhoek tegengekomen die dit doet. En neem gewoon even tijd om eerst even aan te komen. Stel jezelf gewoon de vraag, waar zou ik mee willen werken vandaag? Knie. Knie? Ja, links. Oké. Okay. Is er wat gebeurd met je knie? Ja. Wat? Doorgegaan met handballen. Jaren geleden. Nooit meer goed gekomen. Oké. Okay. Dan lijkt het me leuk om een actieve sessie met je te doen. Waarin je zelf klank gaat geven aan wat er nog in je knie zit. Oké. Okay. Oké, ja? Ja. Oké, ga je gang. Dit wordt maf, hè? Dit wordt maf, hè? Dat is leuk, hè? Dat is lastig om jezelf helemaal bloot te geven, ja. Dan moet je zo'n hok in met Arjan en dan moet je alles wat je voor jezelf een beetje in balans hebt, moet je dan overboord zetten. Nou, mij niet hoor. Echt niet. Ik ben niet de figuur die, als ik hulp zou moeten zoeken, hier naartoe ga. Nee. Willem is nog steeds aan het drag. Moet je horen, man. Dat kan al makkelijk aan een uur of 5, 6 doorgaan, hè? Want zo zijn die healings wel. Dat is uren. Ja, en dan schakel je dit uit en dan komt het. En als je contact maakt met je knie nu... Ja, maar dat vind ik lastig. Ja, dat weet ik. Want je maakt contact omdat je voelt het. Mm-hmm. Maar om daar klank aan te geven, dat is lastig. Ja. Ja, ik kan bijna mijn lachen dan niet inhouden. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, dat is oké. Vind je dat niet verkeerd? Niet verkeerd? Nee, dat is wat het is. Ik ben 60, ik heb mijn hele leven geleerd om dat binnen te houden. En dan moet ik hier met Arjan in het zaaltje, moet het er dan eens uit. Ja, dat gaat niet in 10 minuten lukken natuurlijk. Hè. Wij Achterhoekers, wij laten niet zo snel het achterste van onze toon zien. En dan moet je hier juist wel. In onze cultuur is het niet gebruikelijk om op deze manier klank te maken. Weet je, er zijn heel veel culturen waar dat wel gebruikelijk is. Ja. En ik heb er ook aan moeten wennen. En jezelf? Ja, nee, ik heb hier zelf ook aan moeten wennen, ja. Natuurlijk. Ik vind het wel interessant. Ja. Maar wel maf. En het is absoluut maf. Met alle respect, maar ik vind het wel maf. Ik vind het helemaal goed. Ja, een hele aardige man. Dat vind ik dat zo mooi. Dat is een hele aardige man. Maar ja, nee, ik heb daar helemaal niets mee. Ja, je bent gewoon een schrijder. Ja, ik snapte er geen jota van. Helemaal niks. En je staat alleen maar naar beneden te kijken naar iemand die zit te oergillen over je knie. Ik vond het... ja, hier in de Achterhoek zeggen ze dan heel apart. Oh, niet dan. Maar je hebt niet een nieuwe afspraak gemaakt? Nee. In I Love de Achterhoek ontmoeten Frans en Willem ook nieuwe Achterhoekers, zoals Ronald den Hartog. Ooit ICT'er in de Randstad, maar sinds 1,5 jaar pastoor in de Achterhoek. $90. Prachtig. Dus 3 kazen? 3 kazen. Oké. Maar ik steek altijd een kaasje aan voor moeder, weet je wel? Ja, en ik voor Ricky. Voor? Ricky. Ricky, ja. Oh, oké. Okay. Ik voor onze proggies. Hoe kom je in de Achterhoek terecht? Is dat een kwestie van solliciteren of je wordt gepusht? Je moet... Nou, je weet dat die benoeming eraan zit te komen en dan is het afwachten waar je geplaatst wordt. Weet je, dan krijg je toch een Achterhoek. Ja. En dan gaat er op de stoel aan dansen en dan denk je yes, yes, yes. Waar staat maar waar? Niet? Wist je überhaupt dat lang? Nou, precies. Dus ik zat dus in het westen. Hè. Ja. Ik ben ICT en voor mijn werk ging ik door een groot deel van het land. En ik dacht toen nog dat Nederland stopte bij Doetinchem. Maar dat is niet zo. Nee, dat want die weg gaat gewoon door. Echt? Ja. Ja. En daar ben ik nu achter gekomen. Ja. Ja. Daar ben ik nu achter gekomen. Ik kende dit helemaal niet. Ik kende dit gebied helemaal niet. Nou, het eerste wat ik geleerd heb, ik woon in Vragender. En we kwamen met die verhuiswagen aan. En er stond een groot bord. Ronald, welkom in de buurt. Dat is duidelijk. Nou ja, als je weet wat het is wel. Maar ik wist niet wat dat was. Dus ik zeg, ja, wat moet er nu gebeuren, hè? Ja, je moet buurt maken. Ik zeg, buurt maken? Wie is de buurt dan? Nee, dat komt wel goed, dat leren we wel. Oké, maar wat is dat dan? Het is het naberschap. En ik weet... Naberschap. Oh, precies, het naberschap. Ja. En dat is het eerste woord dat ik geleerd heb. Ik woonde in Vragender en toen ik daar kwam, zei ze... Ja, je bent pas echt ingeburgerd als je de Zwarte Cross hebt meegemaakt. Nou. Als je carnaval hebt meegemaakt. En als je de kermis hebt meegemaakt. En hoe ver zijn we? Maar, ik heb ze alle 3 meegemaakt. Dus we gaan nu, precies. Dus we gaan nu de 2e ronde in. Nou, wat je daar ook ziet, ook dat is verbondenheid. Wat was het eerste Achterhoekse wat je hoorde? Was het woord naberschap? Want jij, oh, dat weet ik niet. Dat is... Geet goed. Ja. Oh, dat weet ik niet. Ja. Dat wordt goed. Ja, dat komt goed. Ik vond het wel mooi hoe het niet voor kiezen had. Ik denk, je kunt gewoon solliciteren en ik wil graag die kant uit. Je wordt gewoon gestuurd naar de Achterhoek. Ja, maar dat is een droombaan. Eerst wel met de neus in de boter vallen, hè, dan. Qua werkplek, zo'n kerk. Ik vind de magistraal een mooi ding. En je zei ook toen gepresenteerd werd aan den volken, zou ik maar zeggen, dat de kerk met 600, 700 man vol zit. Ja, maar prachtig. Maar die denken met z'n allen even kijken wie het is. Precies. Frans en Willem overnachten op het Hof van Moeder Aarde in Neede. Een woon- en werkgemeenschap waar 4 gezinnen samenwonen en werken. Ze geven workshops en hebben een camping. De Hof van Moeder Aarde. Is wel religieus, denk ik. Denk je niet? Ik denk dat we er zijn. Yoga-amethyst. Debriefing. Samen zingen. Kom. Laat ons voortgaan. Oké. Zijn jullie een commune, zoals het in de jaren 70 was? 60, 70? Ja, nou, ik denk dat je het... Nee, commune zou ik het niet willen noemen. We hebben hier... Is dat te negatief of? Ik heb wel eens de indruk dat bij commune nogal een negatief beeld is. Het is geen losgeslagen bende hier. Nee. Nee. Alsjeblieft niet zeggen, nee. Jullie klinken. Bij far niet het Achterhoeks, hè? Nou, jij wel? Nou, ik kom oorspronkelijk uit Evenen, dus dat is dat randje van de Achterhoek. Dat kan net, hè? Ja, dus ik kan bij. Jij kunt. En Groningen. Groningen. In het begin was het spannend voor de buurt. Een heleboel dingen waren nieuw voor de mensen. Ja. En toen hebben wij eigenlijk voordat ze wisten dat het hier doorging... Ja. Hebben wij een informatie gehouden, hebben we gewoon het buurtcentrum afgehuurd. Je hebt gewoon buurt gemaakt? Ja, eigenlijk wel. Ja. En inmiddels horen jullie erbij? Nou, ja, steeds meer. Precies, steeds meer. Steeds dat denk meer. Ik ook. Want wij proberen zeg maar, dus vanaf dat moment steeds meer steeds dingen te organiseren, waardoor we mensen hierheen trekken. Dit is toch geen gewone camping? Deels wel en deels niet, zou je kunnen zeggen. Maar... Nee, we hebben inderdaad gewoon een campingterrein, ook nog een ander veld. En deze drie yurts zijn, kunnen mensen gewoon huren. Maar dan ga ik nog een uitnodiging doen aan jullie. Ik wil jullie uitnodigen vanavond om 20:30 bij de Amethyst. Dat is de plek waar jullie zijn geweest. Voor een blote voetendans. Een leuke dansavond met heerlijke muziek. Gewoon. Marcel die gaat jullie ontvangen. Hartstikke leuk, blote voetendans. Dacht ik. Ik kijk er ontzettend naar uit. Dat zie ik. Nou, mooi. En ook hier, stoeltjes. Leg je dan even kun je afrollen. Nou. Hoppakee, wat is dat? Stoel. Stoel? Ah, hey, en Willem. Ja. Even nog wat anders, hè? Ja. Slapen we allebei in de bus? Ja, je mag ook op de Imperiaal. Oké. Er zit ook nog een voetenstuk aan, Frans. Oké. Snurking. Dat ben ik niet. Dat ben ik nooit bij. Nee, dat ben ik niet. Nee, ik hoor het ook niet. En wat er maar bij komt. Zin of geen zin? Ze hebben inderdaad allemaal de schoenen uit. He? Ze hebben allemaal de schoenen uit, dus ik denk dat het hier is. Nog twee mensen, die willen vast. Ja, ze dansen normaal met elkaar, dus... Dus de dansen allemaal. Jullie mee? Ja. Ja, oh, nou, ja, we zijn uitgenodigd. Nou, onderweg. Waarom dansen op blote voeten? Dat is natuurlijk, we zijn Hof van Moeder Aarde. En we zijn wel bezig om verbinding met de aarde te zoeken. Letterlijk. En dat gaat natuurlijk makkelijker met blote voeten. En verbinding met elkaar. Dus ik zou zeggen, doe je schoenen uit en sokken en voel eens hoe dat is. En dan een beetje door de ruimte heen. Dan kan je de ruimte een beetje verkennen en de mensen die je tegenkomt. Iedereen een hand geven? Of is het... Nou, even goed is wel leuk. Oké. Arm. Nee, je hoeft niet iedereen dag te zeggen, hè? Nee hoor, even knikken mag hoor. Nee. Het is geen voorstellingsronde, maar wel een beetje verbinding is er al wel, weet je. En dan pak je even een plek waar je wil staan. Let wel op je buurman en buurvrouw. Dan probeer eens lekker de ruimte te voelen. Frans is wat minder atletisch, viel mij ook op. En, ja, die observeert, hè? Nee, ik ken het helemaal niet. Maar ik vond het vreemd dat het niet buiten was. Want ik had heel eer met de natuur, wat Marcel vertelde, dat had ik wel verwacht. Hoe was het voor jullie? Nou, ik zit vooral naar jullie te kijken. Ik zit vooral te kijken. God, ineens zit ik in een klasje dansen, naakt voeten dansen. Nee, maar dat doe ik ook. Wat jullie doen is, jullie gooien jezelf helemaal los. Eigenlijk. En wij zijn natuurlijk een beetje achterhoekers van ja. Eerst maar eens even kijken, hè. Hoe dansen de achterhoek? Nou, de mannen staan achter in de zaal. Die staan kijken. En om 8 uur vangt dat dansen aan, zegt Hans Keurper. Met vrouwtje, 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 vrouwtje. En de mannen doen eenvoudige armoefeningen aan de bar. En als dat is echt waar, maar die moeten de gêne een beetje wegdrinken. En op het moment dat ze dan willen gaan dansen... Ja, dan gaan ze los. En dan schijnt de muziek uit en dan gaat iedereen in huis en dan moet ze weer alleen naar bed. Ja. En hou die heupen los, hè mannen. Ja, heel goed. Vanuit het hele innerlijke, hè, dansen. Toen dacht ik, ik weet niet of ik daar wel zin in heb. Het is niet heel gek, moet ik zeggen. Echt niet. Dit zou je ook op een zomerfeest in het grasveld kunnen doen. Dus als de muziek is... En iedereen wil dansen, nou ja. Eén met de aarde. Ja. Ja, dit moet je in een feesttent niet doen. Dat kan ook niet. Kom jongens, inhaken. Inhaken, ja. Dat begint al aardig achterhoeks te worden, hè. En dan gaan we nu allemaal een halve slag naar rechts. Ja. Ja, en dan echt achterhoeks op het fluitsignaal draaien we om. Omdraaien! En dan lekker op. Bij ons gaat het denk ik minder om het dansen. meer om het sociale gebeuren eromheen. Ik wil niet zeggen dat Achterhoeksdansen, dat ik daar zo'n fan van ben, maar dit is anders dansen. Laten we het op anders houden. Wat is Achterhoeksdansen dan? Oh, een beetje lomp, hè. En wel grappig dat iedereen gewoon om je heen gaat draaien en contact maakt. Ons zijn helemaal niet verlegen, hè. En wij een beetje wel. Dat had ik niet verwacht. Polonaise linksom en rechtsom. Ja, echt. Ja, maar goed, in ieder geval, dat is de Achterhoekse dans, dan zo'n beetje. En zoals Frans en ik net stonden, terwijl jullie aan de dans waren, gewoon... en dan zo zeggen, hoort, het wordt nog heerlijk aan dansen. Maar dat moet niet vol wilde worden, dat is. Ja. Nou Willem, ik gooi zo de nest in. Ja, het was een mooie dag. Het was een mooie Achterhoekse dag. Mooie Achterhoekse dag. Het is wel bier wat eigenlijk niet uit de Achterhoek komt, maar... Het is biologisch. Hè? Biologisch. Ja, logisch. Oh, biologisch? Ja. Oké. Dat is niet in het bed gewoon. Maar weet je, je kunt wel op. Hoe vond je het? Hoe is het met de voeten? Met zijn muur in mij. Met me? Ik heb zere voeten, man. Als je toch zoiets ziet, dan denk je in eerste instantie dat is heel zweverig en zo, maar dat viel me eigenlijk reuze met. Maar je bent niet van dansen, hè? Nee, ik ben niet van dansen. Ik ben ook niet zo van de kniehealing. Ja, want dat vond ik toch wel heel apart, ja. Oh god. Maar dat zeggen we vaker, hè. Als iets wel heel vreemds vindt, hè. Iets wat niet van hier is, dan zeggen we dag. Ja, dat is wel apart. Apart, ja. Dat was de dag. Morgen vroeg voorop. Nogal, hè. Ja. Ik wil zeggen, tik hem aanhouden. Cheers. Dat was leuk. Dat was mooi. Absoluut. Het was een mooie Achterhoekse dag. Hoe is het, mannen? Goed geslapen vannacht? Ja. Zeggen, niet geslapen. Helemaal niet. Draaikom. Nou, dat niet, maar Willem is nogal van de fanfare s'nachts. Laten we het daarop houden. En weet je hoe ik wakker werd? Ah. En ik moest nog wel denken aan het blote voetendans vannacht. Het is eigenlijk vergelijkbaar met de kermis. Weet je, dat je ook gewoon lekker aan het dansen bent in de Achterhoek. En dus wat hij deed, dat is lekker tikken en dans hij met ten en dan dans hij met ten en zo. Ja, maar wat hij deed is dus dansen. Nou ja, gewoon. Dat was meer surplus, kom op. Nou ja, hey. Ik had die vrijheid nog niet, hè. De kermis, daar ken ik iedereen. En dan heb ik die vrijheid. En dit was, laten we zeggen, een nieuwe kermis. De mannen gaan door naar het volgende adres in Warnsveld. Daar ontmoeten ze Ans de Graaf, een Brabantse die nu in de Achterhoek woont. In haar holistische welzijnscentrum Resonance wil ze de mannen graag helpen om hun innerlijke vorm te vinden. En in ieder geval wel. Zet hem hier, meneer. Welkom. Workshops, massage. Waar zijn jullie terechtgekomen? Ja. Want dat weten jullie natuurlijk helemaal niet. We weten echt niks. Nee, Ans Resonance. Ja, dat klinkt wel, hè? Ja. Mensen komen hier meestal om te onthaasten. En hoe doen we dat dan? Hoe doet men dat? Ja, dat ga je straks ervaren. Voordat ik hier ooit neerstreek, heb ik eigenlijk op heel veel plekken. Heb ik in Nederland gewoond, maar ook in het buitenland. En toen werd je Achterhoekse? Waarom zou ik dat moeten zijn? Nee, dat maakt mij niet uit wat je moet zijn, maar ik bedoel, voor mij ben je gewoon een Achterhoekster. Ja, maar jullie noemen jezelf echt Achterhoekers. Wij zijn echt Achterhoekers. Ja. Wauw, Achterhoek, op het top. Dit is toch, als je zo'n uitzicht hebt. Hier lach je de hele wereld uit. Dit is zo'n plek waar je, dan kan je niks meer gebeuren. Hè? Wat moet ik doen, Hans? Gewoon lekker liggen en alles laat je gewoon gaan of gebeuren zoals het gebeurt. Kijk maar of je je gedachten gewoon even los kunt laten. Ik denk resonantie, dat moet iets met klankschalen zijn. Ja, bezinningsplek, hè? Je ligt lang uit en kijk, als die sessie langer duurt, dan weet ik zeker dat mensen gewoon in slaap donderen. Ik laat het mezelf niet toe om uit die comfortzone te glijden. Die donkere, die diepe toon is lekker. Wat zag je? Branding. De branding. Branding en rainforest, zou ik maar zeggen. Ja. Regen. Was helemaal in de rainforest. Ja, ik was wel even weg uit de Achterhoek, ja. Oh. Ja. En jij? Dus je... nou, volgens mij ben ik de kamer niet uit geweest. Je moet je overgeven. En dat doe je niet makkelijk. Ja, die ging zijn speer naar zijn rainforest. Ja, die lachte lekker. Hij durft volgens mij niet. Nee, geloof er niks van. Wie weet, wie weet. Verderop nog in de uitzending. Maar waar het nu om gaat, is jullie hebben net die meditatie gedaan. En dan wou ik jou vragen of uitdagen eigenlijk om met dat gevoel aan die speksteen te gaan werken. Ja, en eigenlijk is het zo dat elke speksteen heeft al op zich een vorm in zich. Ja, deze. Ja, en kun je ook zeggen waarom deze steen jou aanspreekt? Ja. Want jij kiest niet voor niets die, denk ik dan. Nou, Tim, denk aan Zuid-Amerika. Aan Zuid-Amerika. De vorm. Oh ja. Ja. Dat zit er wel een beetje in. Daar ben ik net geweest. Ja. Regenwoud, stortbui, Miggelbrink. Ah, je durft gewoon niet, man. Zo, dan blijft hij staan. Ja? Maar hij moet uit zichzelf blijven staan. Je kunt toch ook accepteren dat het is wat het is. Ik had wel de mazzel dat er intussen die spekstenen en ja, dat lag gewoon Zuid-Amerika. Je was gewoon klaar? Ik was gewoon bingo. Ja, het was natuurlijk wel een beetje makkelijk om een stortbui te maken. Want het, wat ik al zei, dat zijn eigenlijk strepen van boven naar beneden. Hè, als het echt een stortbui is. Ja. En, maar het heeft ook wel iets met regelmaat te maken. Wat zegt dat over jou? Voorliefde voor harmonie, symmetrie. Ja. Ik ben namelijk nogal chaotisch. Als je dan in bepaalde structuren kunt gaan werken, dat ordent eigenlijk jouw geest. Nou, ik vond het hartstikke leuk om met jullie dit zo samen te doen. Nou. Ik heb niks gedaan. Nee. Ja, maar jij was er ook aanwezig. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, ik heb niks gedaan, maar ik vond het hartstikke leuk. Ja, volgens mij heb je meer gedaan dan wat je denkt. Maar... Nee, volgens mij laat hij nooit niet makkelijk het achter voor. Dit werkt gewoon wel door. Neem je mee die steen? Ik neem hem mee. Ja, want daar zitten nou een hoop herinneringen in en aan. Ja, die gaat mee, tuurlijk. Waar liggen Achterhoek zo'n steen neer? Op de schoorsteenmantel. Daar komt hij te liggen. Achterhoekers. Ja. Hoe hebben jullie deze 2 dagen ervaren? Het waren 2 geweldige dagen. Nee, het was geweldig. Ik vond het ontzettend leuke dagen. Sluit ik me bij aan en heel apart. Mooie mensen ontmoet, mooie plekken geweest. Mooie dingen gedaan. Ja. En als je het over spiritualiteit hebt, dan heb ik het gevoel dat ik genoeg spiritualiteit in mezelf heb. En dat er niet nog meer bij hoeft. Eruit kwam. Ook. Dat ik kwam er niet eruit. Nee, maar dat hoeft ook niet. Nee. Maar daar ben je Achterhoek of niet? Ja. Ja. Volgende week gaan de mannen weer op pad. En dan gaan ze op zoek naar de extraverte Achterhoeker in zichzelf. En wat dat betekent? Tot volgende week.